Ja, en het mag dan wel niet het weer voor zijn, maar vandaag gaan we het toch hebben over zonnecrème. En welke zonnecrème nu eigenlijk de beste is om te kopen, zowel voor jezelf als voor je kinderen. En om het daarover te hebben, nodig ik Anne Lievens uit. Dag Anne. Welkom back. Ja. Ah, ik zie hier al eentje op tafel die ik al zelf ooit gebruikt heb. Ja. Ik weet niet of dat goed nieuws is of niet. Zie welke dag je gebruikt hebt. Hè. Die met die oranje spuit of zo. Ah ja. Ja, ja deze is, ja. Was goed. Ja, die was goed? Ah, super. Nu, Anne, eerst en vooral, waarop moeten we dan juist letten? Want er zijn heel veel afkortingen hè, en ook bepaalde verhalen die ze zeggen van ja, je moet dat gebruiken of dat net niet. Maar hoe zit dat nu juist? Wel, het belangrijkste is dat een zonnecrème u beschermt tegen UVA en UVB. Waar zien we dat nu op de verpakking? Wel, we pakken een verpakking en we kijken, we zien hier UVA staan en UVB. UVB, dat eigenlijk zijn dat stralen van de zon die zorgen voor de verbranding van je huid en ook mogelijk huidkanker. Dus belangrijk is dat je beschermt tegen UVB. En hier staat er ook een cijfer. Mm-hmm. Vaak wordt dat vermeld SPF 50, ja. SPF 30. Mm-hmm. En dit is eigenlijk de bescherming tegen UVB. Je hebt ook cijfers van 10, 15, maar dit raden we eigenlijk af omdat dat niet genoeg beschermt. Een SPF 30 houdt toch wel 97% van de zonnestralen UVB tegen. Okay. Dus koop één wat erop staat, UVB, SPF 30 of 50+. Okay. Naast dat heb je UVA. UVA, dat gaat u eigenlijk, als je dat, de zonnestralen krijgt, gaat dat zorgen voor huidveroudering en ook mogelijk huidkanker. Dus ook UVA is belangrijk. Dat staat hier zo gewoon aangeduid. De meeste zonnecrèmes hebben zowel bescherming UVA en UVB, mm-hmm. maar ik zou dus toch echt kijken naar een hoge factor. Oké. Okay. Ja, andere dingen is, we zien ook, er zijn heel veel verschillende vormen van zonnecrèmes. Je hebt dus hier onder andere een spray. Mm-hmm. Dit is eigenlijk een tube waar je alles maar moet uittuben. Je hebt ook rollers, sticks. Wat je kiest, dat is eigenlijk heel persoonlijk. Ja, je neemt wat dat eigenlijk het gemakkelijkste is. Nu, onlangs is er ook eigenlijk iets anders uitgebracht, namelijk de zonnecrème speciaal voor het gezicht. Dat zijn eigenlijk kleine, compacte tubetjes, mm-hmm. gemakkelijk mee te nemen in de handtas, mm-hmm. voor als je op een terras zit en de zon begint te schijnen. Het is praktisch. Ook de firma's zeggen dat de textuur iets beter is voor op het gezicht aan te smeren, iets minder plakkerig, iets minder vettig. Dit is waar, maar het is wel het feit dat dat wel een pak duurder is dan eigenlijk de zonnecrème die je meepakt, die grote tubes, die ook gerust voor het gezicht mag gebruiken. Dus dat is eigenlijk een beetje afwegen. Ja. Ga je echt op vakantie naar de zon met een gezin, neem zeker dat mee. Af en toe, je bent op stap en je hebt geen zonnecrème bij, is dit wel handig in je handtas. Maar voor gevoelige huid, hè? Want vaak merk je toch dat je huid op je gezicht gevoeliger is dan de rest van je lichaam. Dat is een beetje de reden waarom ik er twee verschillende heb. Of is dat eigenlijk kwats? Gevoelige huid. Ik denk dat heel veel cosmetica-producten echt worden getest op mensen en ook echt aangenaam worden gevonden. Dus ook deze zonnecrème voor het lichaam gaat ook weinig kans echt oké zijn voor je gezicht? Ja, okay. Eigenlijk wel. Het is zeker oké, okay, maar ik geef toe, sommige mensen vinden van het blinkt wat te veel. Voor dagelijks gebruik, dan denk ik krapper dat je misschien wel met dit beter gaat zijn. Maar men zegt wel dat je eigenlijk elke dag onder je make-up dan toch best ook een zonnecrème aanbrengt, ook in de winter. Ja, eigenlijk wel, want het is niet omdat de zon niet schijnt door de wolken. De zon komt er wel door, dus dat is eigenlijk meer en meer een trend. En daarom dat ook op de markt die zonnecrèmes voor het gezicht zijn gebracht. Want vroeger, je hebt ook de dagcrèmes, met alleen de SPF. Ja. Maar dat is eigenlijk alleen SPF en geen UVA. Dus dat is heel typisch. Dan is oké, je bent beschermd tegen de UVB-stralen, maar niet tegen de UVA-stralen. En ook, zo'n dagcrème breng je 's morgens aan. Ja, je prutst aan je gezicht, die crème gaat eraf. En dan begon je op een terrasje om 4 uur. En daarom is, ja, maar dat is eigenlijk wel zo. Dus je moet ook wel beseffen, een dunne laag aanbrengen gaat misschien niet zo goed beschermen. Ja, dus meermaals per dag is wel de boodschap. Ja, zeker en vast. Heel goed smeren, alle plaatsen die de zon zien, echt goed smeren en regelmatig herhalen. Eigenlijk om de 2 uur. Ja. Nu, jullie hebben een test gedaan. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Wat waren de resultaten daarvan? Wel, eerlijk gezegd, de resultaten waren dit jaar niet zo goed. Oei. Ja, wij testen eigenlijk vooral op de UVA en UVB die op het etiket staat. Mm-hmm. En we kijken van SPF 50, komt dat ook in een labo overeen met SPF 50? Ah, in een labo? Ja, in een labo. Wij testen echt in een geaccrediteerd labo volgens de juiste testmethodes. Ja. En we moeten toegeven van de 60 zonnecrèmes die dus in onze productselector zit, dus op onze website te vinden is,
daar waren er nu toch wel 15 die niet goed scoorden. En dat zijn ook best de grote merken. Ja. Echt waar. Ja, we hebben toch wel een aantal merken zoals ja, Nivea, Sien, Kruidvat. Hoe komt dat? Ik weet het niet. Eén ding is zeker, wij kopen onze producten net zoals iedereen, alle consumenten, in de winkels. We gaan ze daar halen, wij sturen ze naar het labo, zij testen ze volgens de juiste methode. Zijn de filters misschien niet stabiel? En waar falen ze dan? Wat is er dan? Wat dus, maakt dat je zegt slechte score? Wel, dus eigenlijk bijvoorbeeld een SPF 50+, mm-hmm, moet echt in het labo SPF 50+ hebben. Je kan dat echt testen. Ja, we testen dat in het labo. En als dat bijvoorbeeld eigenlijk minder heeft, dan moet dat een label krijgen, SPF 30 en niet SPF 50+. Ja. Dus het is niet dat je helemaal niet gaat beschermd zijn. Laat dat duidelijk zijn, zeker en vast niet. Maar het etiket, het moet juist zijn wat er op het etiket staat. En mensen die soms een 50 kopen, willen ook heel goed beschermd zijn. Dus 30 mag niet. Dat is eigenlijk vooral waarom dat we... En ook als er producten zijn die wel goed beschermen, ja, dan gaan we deze ook wel meer promoten. Ik koop altijd een aparte zonnecrème-tube voor mijn kinderen. Is dat eigenlijk nodig? Zolang het 50 plus is, kan het misschien wel voor iedereen dienen? Wel, dat is ook een soort verandering. Eigenlijk, eerst en vooral wil ik zeggen, kinderen, zeker baby's, kleine kinderen, houden zoveel mogelijk uit de zon. Als het niet anders kan, laat maar ze die lopen dan daar zelf in. Ja, laat ze dan eventueel met kledij aanlopen. Zo heb je ook van die t-shirts, UV-beschermend. Ja. We hebben dat ook getest vorig jaar. Och, arme die kindjes. Ja, maar ja, dan ben je meer gerust als ze in het water en zo aan het spelen zijn. Ja, ja, dat klopt. Want bijvoorbeeld in Amerika of in zones waar het echt... Ja, daar kan je de zon echt wel straffer is, brandwonden krijgen. Hè? Dus het is echt wel ja, heel belangrijk. Maar natuurlijk, ik geef toe, iedereen speelt graag in de zon. Voor kinderen raden we echt aan, koop een SPF 50+. Ja. En vroeger was dat typisch voor kinderen. Op de verpakking stond kids met een parasolletje bij, een strandbal enzovoort. Maar omdat eigenlijk ook volwassenen gewoon zich goed willen beschermen, zie je ook in België echt producten meer en meer SPF 50+, zonder tekening, gewoon ook voor volwassenen. Ja. Moet je nu twee verschillende tubes kopen? Nee. Maar dat klopt toch? Vroeger kochten wij toch geen 50+? Nee, dat klopt. Dat was zo'n heel klein rayonnetje. Ja, dat klopt. Vroeger was eigenlijk... Allez, ik denk, als ik zelf jong was, was het de factor 6. En ja, nog met de olijfolie? Nee, maar gewoon de factor 6 of zelfs niet smeren. Dat is een heel grote evolutie, omdat men weet voor huidkanker enzovoort. Ja. Maar eigenlijk, de belangrijkste reden is, wij smeren gewoon te weinig. Mm. Wij smeren een dun laagje. Eigenlijk, niemand vindt dat zo plezant. En ja, daarom dat men die factors zo hoog optrekt, dat men toch zeker een goede bescherming heeft. Maar je bruint toch... Met een hoge factor. Ja, maar je gaat niet verbranden. Hè. Je gaat niet daarom, rood maar worden. Je bruint wel. Ja, hè? Maar ook geleidelijk eraan. Ja. Je gaat niet verbranden. Terwijl als je niet smeert... Ja, sommige mensen zijn zo rood als een kreeft als ze uitkomen. Ja, en dat is zeer slecht voor de huid. Nu, hoe zit het dan met die prijs? Sowieso is het een deel van je budget. Hè? Ja. Wel, laten we duidelijk zijn dat een product of een zonnecrème moet niet duur zijn om goed te beschermen. Okay. We hebben echt goedkope producten die zeer goed beschermen. Zoals een Zenova uit de Action, Oxyen, het Kruidvat, Boni. Die beschermen eigenlijk allemaal goed. En voor 3-4 euro kan je iets kopen voor 200 milliliter. Dus dat is zeker genoeg. Mm-hmm. Belangrijk is gewoon dat je eigenlijk veel smeert, liever met een goedkoop product, dan dat je heel spaarzaam bent met een duur product. Ja, okay. Ja, inderdaad. Misschien nog een laatste tip voor een zonnige dag, als die er ooit nog komt? Laten we hopen, hè. Laten we hopen. Ja, eigenlijk... Dat hebben we voorbereid, hè. Ja, zeker en vast. Het eerste is eigenlijk gewoon... Eigenlijk blijf uit de zon. Zeker tussen 12 en 16 ik ga uur. Niet uit de zon. Maar, nee, maar ik denk... Nee, dat is eigenlijk de eerste boodschap dat we toch moeten hebben van... Je moet niet echt heel veel in de zon zitten. Mensen die ook veel buiten werken, probeer toch lange kledij... En die piekuren van de zon, hou dan de kinderen misschien toch even binnen, hè. Ja, als je op een Zuidersland bent of ik zo. Ben ook graag buiten. Iedereen heeft de zon, geeft vitamine D, geeft u positieve energie. Dus je moet ook niet zeggen dat we niet in de zon mogen gaan. Maar als je gaat, koop toch een zonnecrème, SPF 30, SPF 50+. Smeer echt voldoende, herhaal om de 2 uur. En eigenlijk ook zeker als je veel zweet, als je een sportactiviteit doet, of ga gaan zwemmen, opnieuw insmeren. Dat is een laatste vraag die ik nog heb voor jou. Ik hoop dat je ze niet moeilijk vindt. Ik weet het niet. Maar als je gaat zwemmen... Ja. Sommige zonnecrèmes hebben dan op het flesje... Waterresistent. Ja, is dat zo? Wel, dat testen wij niet meer.
Wij gaan er eigenlijk, omdat de guidelines meer en meer zeggen, smeer je in om de 2 uur. Ja. Dus eigenlijk kom eruit, droog het op en doe het nog eens. Dat is eigenlijk de boodschap voor de zekerheid. Dus ik zou eigenlijk zeggen, waterresistent, we testen het niet meer. Het is goed, maar eigenlijk het is belangrijkste is smeer opnieuw. Het belangrijkste is de UVA-stralen en de hoge factor. Ja, inderdaad. Okay. En op de website gaan kijken naar welke de test wel doorstaan hebben. Inderdaad. Dat is en dat is verrassend? Was dat een beetje verrassend voor jou? Goh, het is elk jaar soms anders. Ja, het is... ik weet niet. Ja. Ik doe al zodanig veel jaren dat, dus dat altijd wel wat verschillend is. Ja. Vaak is het zo dat de goedkoopste, die halen de beste koop. Ja, dat is duidelijk. Dat is ook goed. Hè. Dat is, Dus het is niet per se hoe duurder, hoe beter de zonnecrème. Oké. Okay. Dankjewel. Voilà. Dankjewel, Anne.